Linda de Mol lijkt onveranderd vast te houden aan haar defensieve houding ten opzichte van media die ze niet onder controle heeft. Ondanks verzoeken voor een interview blijft ze in haar eigen media-imperium opereren, waar ze zonder tegenspraak haar eigen boodschap naar buiten kan brengen. Sinds de tumultueuze voice-rel, waarin onthullingen over haar partner Jeroen Rietbergen aan het licht kwamen, geeft Linda geen interviews meer aan media buiten haar familiekring. Ze trekt zich terug en vertelt haar verhaal enkel nog via haar eigen platform. In 2024 lijkt Linda deze koers onverminderd voort te zetten, zoals Telegraaf-sterverslaggever Jordi Versteegden aangeeft. Ondanks recente pogingen om een interview te verkrijgen, blijft Linda terughoudend. Versteegden deelt dat Linda aangeeft alles wat ze wil delen over de afgelopen periode via haar eigen platform te communiceren. Ze koestert een diepgeworteld wantrouwen jegens de media, vanwege de manier waarop er in het verleden verslag is gedaan. Telegraafpresentator Wilson Boldewijn lijkt het als een zwaktebod te beschouwen. Laten we het daarop houden, merkt hij op tegen zijn collega. Versteegden voegt hieraan toe dat Linda volgens hem in herhaling valt en suggereert dat het tijd is voor iets nieuws. Hij hoopt dat Linda nieuwe projecten aangaat, aangezien Ik Hou Van Holland niet meer het succes is dat het ooit was en het format niet meer bij haar lijkt te passen. Wat betreft het advies aan Linda voor het nieuwe jaar, suggereert Versteegden om met een geheel nieuw programma te komen voor een frisse start, gezien het succes van Miljoenenjacht voornamelijk aan het format wordt toegeschreven.